Ik teken graag met pennetjes, inkt dus eigenlijk. En in deze video wil ik wat van mijn ervaringen en tips delen. Hoi, ik ben Robin Roosendaal en op dit kanaal praat ik over alles wat mij interesseert. En dat is tekenen, schilderen, maar ook schrijven en het fantasy genre. Vind je dat ook leuk? Word dan vooral eventjes lid van dit kanaal. Dat doe je door op de grote rode abonneerknop te drukken onder deze video. In deze video wil ik het hebben over tekenen met pen. Omdat dat eigenlijk iets is wat ik altijd heel graag gedaan heb. Ik ging vroeger altijd naar de HEMA, daar had je van die pennetjes, die vond ik dan heel fijn. En dan hadden ze weer een nieuwe kleur en dan moest ik die hebben, want dat vond ik gewoon heel fijn. En daar tekende ik altijd cartoons mee. Ik zal er even een paar in beeld brengen. Dat is wat ik vroeger tekende. En tegenwoordig vind ik het heel leuk om ook nog steeds met pen te tekenen. Omdat het, ik weet niet, het is zo lekker direct, het is zo lekker zwart, meteen op wit. Ik vind het gewoon heel fijn werken. En ik teken nog steeds die cartoons, maar ik teken ook graag bijvoorbeeld landschappen of een beetje fantasy beelden. En die probeer ik dan iets realistischer te tekenen dan echt de cartoons. En dan probeer ik dus een beetje te arceren en zo, om daar wat meer realisme aan te geven. Ik ben dus ook onlangs naar de tentoonstelling Alle Rembrandts geweest, die nu in het Rijksmuseum is. Mocht je er nog tijd voor hebben om te gaan voordat hij weer weggaat, ga daar zeker heen, want die is echt heel tof. Want Rembrandt heeft natuurlijk naast al zijn mooie schilderijen, heeft hij ook een heleboel etsen gemaakt. En dat is dan wel niet tekenen met pen en inkt, maar hij heeft het dan gegraveerd eerst in een soort... Oké, eerlijk gezegd weet ik niet heel goed wat hij deed. Maar het is in elk geval niet direct met de pen op het papier. Hij heeft het later dan weer gedrukt, zeg maar. Waardoor hij dus ook hele fijne, zeg maar, naalden kon gebruiken om zijn lijnen te zetten. Heel tof. En ik ben eigenlijk naar die expositie gegaan om gewoon te kijken wat hij nou deed. En ja, gewoon een beetje afkijken natuurlijk. Want dat is altijd de beste manier om meer te leren. En laten we eens even kijken naar zo'n tekening van Rembrandt. Kijk naar deze tekening. Je ziet dat het huisje in de voorgrond is echt veel... meer aanwezig dan zeg maar de achtergrond. En dat is iets wat ik heb eerder ook al een video gemaakt over atmosferisch perspectief bij schilderen. Die zal ik even hier linken. Om even kort samen te vatten, atmosferisch perspectief is dus dat alles wat verder weg is van je camera, zeg maar. Ook al heb je geen camera als je tekent. Dat wordt vager, blauwer, nou ja, vager inderdaad. Alleen met pennetjes kun je natuurlijk niet echt iets vager maken, want pennen zijn... gewoon, de inkt is gewoon hard. Maar wat je dus wel kan doen, en dat zie je heel goed bij Rembrandt, is bijvoorbeeld een andere kleur inkt gebruiken. Zonder dat ik per se de kleur in wil hoor. Maar je ziet dat hij af en toe wordt het soort van lichter. Dus meer richting grijs bijvoorbeeld. En dunner. Dus je kunt natuurlijk ook nog, want deze pennetjes die ik nu gekocht heb. Ik ben ook echt naar een tekenwinkel gegaan om eens even te kijken van wat hebben ze nou eigenlijk voor goede pennetjes. En je hebt dus allerlei pennen. Dit is Unipin bijvoorbeeld, maar ik heb hier ook... dingen van Staedtler. En wat je dus ziet is dat dat soort pennetjes... Kijk, hier staat bijvoorbeeld op 0,4 en hier 0,1. Dat betekent dus dat je kunt kijken hoe dik die pennen zijn. En dat is heel fijn, want daardoor kun je een verschil maken in de dikte van lijnen. Net zoals Rembrandt doet, om te zorgen dat je bijvoorbeeld meer diepte kunt creëren. Dus op de voorgrond meer dikke lijnen gebruiken en op de achtergrond meer dunne lijnen gebruiken. En daarnaast heb je dus dit soort pennetjes ook in verschillende kleuren. Ik heb nu een setje gekocht waarbij ik lichtgrijs en donkergrijs en bruin kreeg. Bruin hoef ik niet per se, alhoewel dat ook interessant zou kunnen zijn. Want ook met kleur natuurlijk kun je diepte creëren door de voorgrond bijvoorbeeld warmer te maken en de achtergrond koeler. Maar wat ik vooral leuk vond is inderdaad om de achtergrond grijzer te maken. En dan vooral deze lichtgrijze. Dus dat is eigenlijk, denk ik, een van de belangrijke dingen die ik heb geleerd van Rembrandt. Door gewoon te kijken naar zijn etsen. En ik zou je ook zeker aanraden, ga vooral als je dit wil gaan doen, veel kijken naar die etsen van Rembrandt. Want die zijn echt prachtig. Sowieso leer je daar nog een truc van. En dat is als je kijkt naar zijn bomen bijvoorbeeld, ten opzichte van huisjes en zo. Dan zie je dat hij ook echt een structuur geeft aan de blaadjes in de bomen. En dat is eigenlijk dus de volgende tip, is dat je als je gaat arceren, dat je de vormen van het object wat je arceert, dat je die ook volgt. Dus als het een betonnen blok is, dan kun je natuurlijk gewoon recht gaan. Maar als het huid is of een arm van iemand, dan moet je een beetje de vorm van die arm volgen. En als het blaadjes aan de boom zijn, dan
ja, is het lekker om een beetje soort van... Nou ja, ik zal even... dan laat ik ook eens wat tekenen erbij. Wat heb ik hier? 0,4. Nou ja, als je een boom tekent dan, en blaadjes, dan kun je natuurlijk gewoon een beetje dit doen. Ik doe dit heel slecht nu. Dat je dus in elk geval niet alleen maar, zeg maar, dit doet. En dan dat gaat arceren op een rechte manier. Want hè, nu op deze manier maak je wel arcering, waardoor de onderkant donkerder wordt. Maar het wordt niet een echte boom. En als je ook kijkt bij Rembrandt, dan zie je dat hij inderdaad een soort vormen van de blaadjes volgt. En volgens mij doet hij aan het eind ook nog wel soms een beetje dit soort streepjes erdoorheen. Maar dan zit dus dat gevoel van die blaadjes, dat zit er al echt in. En wat ik zelf merk hierbij, ik lukt me echt niet nu vandaag, ik weet niet waarom. Maar is altijd proberen gewoon lekker een beetje willekeurig rommelig te zijn. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Dus laat je pen zeg maar lekker los gaan. Het wordt een hele ronde boom, zie ik. En ook, kijk, ook bij zo'n bast is het natuurlijk dat je dan... Ik teken graag bomen trouwens. Volg dan een beetje de structuur van zo'n bast. En maak dat een beetje spannend of zo. En daarna kun je natuurlijk wel dit soort arceringen erin doen. Zoek een beetje naar de vorm van het, ja, wat je aan het tekenen bent en wat daar goed bij past. Lelijke boom wordt dit. En eigenlijk is arceren dus ook niet altijd alleen maar gewoon streepjes zetten. Soms is het... Ja, moet je meer, weet ik veel, ronde bewegingjes maken. Of inderdaad dit, de vormpjes van een boom volgen. En ook als je dat dicht op elkaar doet, dan kan het natuurlijk ook een beetje bijna arcerend-achtig gaan aanvoelen. En dat is interessant met arceren. Het is, als je op deze manier een tekening maakt, dan gebruik je dus het arceren en de lijn. Die gebruik je eigenlijk voor licht en schaduw, contrast. Maar ook voor textuur. En dat is dus belangrijk om aan te denken. Want je wil dat arceren gebruiken eigenlijk op deze manier. Gewoon om inderdaad iets donkerder te maken. Maar je moet het tegelijk gebruiken om die vormen erin te krijgen. En het gevoel van hoe het aanvoelt. Dus stel dat je tekent een blikje. Heel mooi blikje is het. Dan, en de licht komt van hier. Hier is het zonnetje. Dan valt het er daarop. Dus dan is de onderkant van het blikje is natuurlijk donkerder. Wat je dan eigenlijk moet doen is natuurlijk een beetje de vorm van het blikje volgen. Waardoor dat voelt alsof dat inderdaad een rond blikje is. Als je dit zou doen, zeg maar, een beetje dit. Dan is het raar. Want dan is het bijna alsof het een soort harig blikje is. En dat is het niet. dus dan krijg je niet het gevoel van de vorm wat je hier wel krijgt. Dus eigenlijk, dat is altijd wel eigenlijk bij tekenen. Is dat je gewoon goed moet kijken naar wat er is. En dat je daar vormen van volgt. En dat je die meeneemt in de manier waarop je arceert. Deze manier van tekenen is dus ook echt wel een hele langzame manier van tekenen. Want kijk, zo'n boom bijvoorbeeld. Dat duurt natuurlijk heel lang voordat je al die friemelblaadjes hebt getekend. En voordat je daar helemaal doorheen gestreept bent. En voordat je die hele bast een beetje hebt ingevuld. Want dat duurt gewoon lang. En dat moet je ook niet proberen sneller te doen. Want het is juist het feit dat je dat daar rustig soort van de tijd voor neemt. En ik doe het nu ook helemaal niet mooi. Maar het feit dat je dat rustig aandoet. Dat is waardoor zo'n tekening kan gaan werken. Want op het moment dat je dit te snel gaat doen, dat doe ik nu dus nu eigenlijk, dan wordt het haastig en dan krijg je dit. Dan krijg je, of een beetje dit, weet je wel, en dan wordt het gewoon slordig. Terwijl je moet nadenken over elk lijntje wat je gaat zetten en hoe ga je dat neerzetten. En welke kant gaan ze oplopen. En dan kan het heel leuk worden. Dus... Eigenlijk is het een heel, bijna dat je mediterend bezig bent. Omdat je gewoon heel rustig gewoon zo een beetje aan het tekenen bent, zo in die boom. En dan, nu zie je dat ik hem helemaal
hè, wordt een beetje, die stam wordt een beetje egaal. Dus nadat je dit soort dingen doet, kun je natuurlijk nog vaker weer er doorheen. Door bijvoorbeeld nu ook nog te denken, oké, ja, zo als ik hier bovenaan zit natuurlijk de blaadjes. Dus daaronder is het dan donkerder. Dus daar kun je misschien vaker nog overheen. Probeer ook als je, stel dat je een buitenlijn doet, zoals hier, dat je dan niet eigenlijk zeg maar dit over de buitenrand, want dan gaat dat ook weer wat betekenen. Zie je, dan wordt dat weer een soort gras daar of zo. Dus dat wil je dan niet. Dus ik maak nu gewoon een beetje dikker. Bomen zijn ook natuurlijk altijd een beetje rommelig, hè. Die zijn niet super glad aan de buitenkant. En die hebben hier misschien nog een tak. Zie je, nu begint hij hier zo wat textuur te krijgen en wat schaduw ook. Waardoor hij het gevoel krijgt dat, nou ja, er komt blijkbaar hier licht vandaan. En om dan maar eventjes het voorbeeld verder te gaan. Als je dus daar een achtergrond achter doet die wat lichter is. Dan, hier zijn bijvoorbeeld de bomen op de achtergrond zo. Weet ik veel. Zo. Dit geeft toch meteen, hoe slecht het ook getekend is, geeft het een gevoel van diepte. Omdat die lichte lijnen, of die grijze lijnen, die voelen gewoon verder weg dan die stevig neergezette boom. Dus dat werkt gewoon heel goed. En dan kun je dat dus ook doen door bijvoorbeeld inderdaad een dunner pennetje te nemen. Want ik heb hier nu dus inderdaad 0,4 gebruikt. Ik heb hier een 0,03. Dus, even kijken. Wat ga ik daarmee doen? Nou ja, gewoon hier maar even. Kijk, je ziet wat een verschil dat is in dikte. Dus ook daarmee kun je best wel al diepte creëren. Zit hier een kattenmouwen? Hé, jongen! Volgens mij wil hij ook op de video. Hoi! Nee, kijk, daar is de camera. Nee, hij heeft er niks aan toe te voegen. gebruik de vormen, arceer de goede kant op. Gebruik ook, weet je, dat helpt natuurlijk altijd. Het goede gereedschap is altijd hetgene waardoor je goede dingen kan gaan maken. Dus ga gewoon eventjes naar de winkel en koop pennetjes die heel dun zijn en in verschillende diktes en met verschillende lichtkleuren. Ja, daardoor wordt het eigenlijk steeds leuker, omdat je gewoon steeds meer mogelijkheden hebt om echt te tekenen wat je wil. En dat is gewoon superleuk. Dus nou ja, ik ben heel benieuwd of jullie ook al deze techniek een beetje gebruiken. En of jullie misschien nog andere tips hebben die dit nog beter maken. Laat ze vooral achter in de comments onder de video. Want ik ben echt heel benieuwd naar wat jullie aan het doen zijn. Of als je nog andere vragen hebt, kun je die ook stellen onder de video. En dan zie ik je volgende week weer.